containerschip Melseringgat brengt zijn maandelijks bezoek aan het eilandje Truk. Volgeladen met levensmiddelen en andere voorzieningen, is dit schip zowat de enige vorm van voedselvoorziening voor de inwoners van het eilandje. Truk is een afgelegen atol die deel uitmaakt van de federale staten van Micronesië, gelegen in het noordwesten van de Stille Zuidzee. De dichtstbijzijnde grote buren zijn Papua-Nieuw-Guinea, Australië en Japan. Een reis naar het eiland neemt via een aantal tussenstops op onder andere Manila en Guam al gauw een 36 uur in beslag. Een ploeg ervaren Vlaamse duikers heeft het plan opgevat om in samenwerking met een plaatselijke duikspecialist de minder toegankelijke scheepswrakken van de Ghost Fleet of Truk Lagoon te exploreren. Truk, of ook nog Chuuk, was tijdens de Tweede Wereldoorlog een vooruitgeschoven maritieme basis voor de Japanse vloot. Het werd beschouwd als de meest geduchte van alle Japanse bolwerken in de Stille Zuidzee en was de equivalent van Pearl Harbor voor de Amerikanen. De militaire basis van Truk werd zoveel mogelijk geheim gehouden en werd beschouwd als het Gibraltar van de Pacific. Om deze faciliteiten te beschermen, werd het eiland omgebouwd tot een bastion ter verdediging van de vloot. De lokale bevolking werd verplicht om mee te helpen met de bouw en onderhoud van de verdedigingswerken. De restanten hiervan zijn nog steeds her en der terug te vinden op het eiland. Weinigen onder ons zijn echter op de hoogte van wat zich hier tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Harry, een lokale bewoner van Truk, vertelt ons enkele verhalen van Operatie Hailstone. Verhalen die hij als kind hoorde van zijn vader. Operatie Hailstone was de codenaam voor de vergelding van de Amerikanen voor de laffe aanval van Japan op Pearl Harbor. Op 17 februari 1944 stoomden 9 Amerikaanse vliegdekschepen richting Truk, om er vroeg in de ochtend de Japanners te verrassen met een aanval op hun vloot. Een 70-tal Hellcat-jachtvliegtuigen vertrok van op de vliegdekschepen om er de eerste aanvalsvlaag in te zetten op luchtmachtbasissen en vliegtuigstrips. Het doel hiervan was het luchtruim te verzekeren, waardoor de Japanners niet meer in staat zouden zijn om hun vliegtuigen in te zetten tegen de Amerikaanse aanvallers. De Japanners hadden deze actie pas later verwacht en waren verrast door de plotse aanval. Voor de tweede aanvalsgolf werden niet minder dan 500 vliegtuigen ingezet, waaronder heel wat torpedobommenwerpers. De Japanse vloot was een vogel voor de kat en één voor één zonken de Japanse schepen naar de bodem van de lagune. Tijdens de aanval werden er meer dan 250 vliegtuigen verwoest en 50 schepen gekelderd, waaronder 4 destroyers en 2 lichte kruisers. De schade bij de Amerikaanse luchtvloot was miniem. Operatie Hailstone was een groot succes en is tot nu toe nog steeds de grootste luchtaanval uit de Amerikaanse geschiedenis. Vandaag liggen deze schepen nog steeds op de plaats waar ze gezonken zijn, als geesten uit een ver verleden. Truk Lagoon is dan ook een mekka voor duikers. De meeste schepen liggen namelijk op een relatief makkelijk te bereiken diepte tussen 15 en 30 meter onder de waterspiegel. Onze duikploeg kiest echter voor wrakken die op wat moeilijker te bereiken plaatsen liggen. En op dieptes die voor de gewone sportduiker niet te bereiken zijn. Hiervoor gebruiken ze rebreather duiktoestellen. Deze duikapparatuur zorgt voor een veel grotere autonomie dan gewone duikflessen. Het mengsel van helium, stikstof en zuurstof wordt tijdens het duiken door het apparaat continu aangepast.
dit om de duiker op grotere dieptes normaal te kunnen laten functioneren. Na een laatste maar levensnoodzakelijke materiaalcheck is het tijd voor een even noodzakelijke allerlaatste briefing. Ondertussen zorgt de crew ervoor dat het materiaal voor de 8-koppige duikploeg aan boord van de snelle boot gebracht wordt. De tocht door de lagune is een avontuur op zich. Wondermooie eilandjes met een tropische vegetatie glijden voorbij. Een ideaal moment om de omgeving in ons op te nemen en even stil te staan bij de drama's die zich hier 72 jaar geleden hebben voorgedaan. Hier ligt een enorm aantal vergane schepen. Het duikteam heeft samen met de duikgids gekozen op welke wrakken ze zullen duiken. Vooraf zijn de specifieke taken van elk team vastgelegd om de wrakken zoveel mogelijk te vrijwaren van ronddrijvende partikels die de zichtbaarheid sterk kunnen verminderen. De eerste afdaling naar ongeveer 65 meter diepte gaat naar de San Francisco Maru. Dit was een 117 meter lang passagiers- en cargo-schip. De lading bestond uit tonnen oorlogsmunitie, waaronder ook een groot aantal torpedo's. De ruimen waren volgestouwd met vrachtwagens en allerlei ander oorlogsmateriaal. De San Francisco Maru was een drijvend oorlogsmagazijn. Een aantal Mitsubishi tanks stonden op het dek gestockeerd en zijn ook nu nog gemakkelijk terug te vinden. Het schip uit 1919 werd tot zinken gebracht door een zestal bommen. Vijf leden van de bemanning konden zich niet meer redden en zonken mee naar de bodem van Truck Lagoon. Het duikteam begeeft zich binnen de restanten van het schip. Dit is niet altijd zonder risico, maar het levert wel spectaculaire beelden op. Allerhande klein materiaal wordt van tussen het zand gehaald. Materiaal dat mogelijk voor de eerste keer in 72 jaar weer door mensenhanden wordt beroerd. De San Francisco Maru is een schip dat nog rechtop staat. Het is dus relatief gemakkelijk om je te oriënteren. Moeilijker wordt het als het schip op bak of op stuurboord ligt. De Heian Maru maakt het op deze manier een stuk gecompliceerder. Binnendringen in de ingewanden van het schip zorgt voor een complete desoriëntatie. Deuren worden luiken, ladders liggen op hun kant, loopvlak wordt zijwand en wasbakken hangen plotseling op hun zijkant. De complete chaos van alles wat zich in het schip bevond, maakt het niet eenvoudig om dit wrak te verkennen. Onoplettendheid of paniekreacties kunnen op deze plaats fatale gevolgen hebben voor de duiker. De Heian Maru was een passagiers- en vrachtschip van 155 meter lang dat was omgebouwd om duikbootbemanningen te logeren. Het werd gebouwd in 1930 en was voor die tijd een gigantisch schip. Er was een compleet ingerichte ziekenboeg aan boord, met zelfs een operatietafel en een tandartsstoel. Zelfs een Japans EHBO-kistje ligt er nog volledig gebruiksklaar. In het diepste van het schip is alles verbazend goed bewaard gebleven. Houten wanden, elektrische schakelaars, lichtarmaturen, alles nog in goede staat. Dit hebben nog maar een handvol mensen op deze planeet kunnen aanschouwen. Via een wirwar van gangen verlaten we de beslotenheid van de Heian Maru. Het volgende wrak dat geëxploreerd zal worden is dat van een onderzeer, de I-169 Shinohara Submarine.
Deze duikboot nam ironisch gezien ook deel aan de aanval op Pearl Harbor in 1941 en zonk tijdens de vergeldingsaanval op Truk door een niet gesloten ventilatieklep. De beelden die we nu te zien krijgen zijn uniek. Nooit voorheen zijn binnen de gezonken onderzeeër filmopnames gemaakt. Pas nu, door de steeds kleiner wordende actiecamera's, is het mogelijk om hier beelden te maken. Als mens kun je nauwelijks bevatten welke taferelen zich hier hebben afgespeeld toen de duikboot verging. Een klein detail ontgaat onze duiker niet. Duitse technologie in een Japanse onderzeeër. Vreemd, want na de Eerste Wereldoorlog werd het de Duitsers verboden nog onderzeeërs te bouwen. Misschien was er een geheime samenwerking tussen Japan en Duitsland voor de bouw van onderzeeërs. Door een van de nauwe ontsnappingsluiken in de machinekamer kan onze duiker de I-169 verlaten. Het volgende wrak dat wacht om verkend te worden is de Fujikawa Maru. Dit cargoschip met bouwjaar 1938 werd geconfiskeerd om dienst te doen voor het vervoeren van allerhande grote oorlogsmaterieel. Diep in de ruime vindt ons duikteam nog een aantal goed geconserveerde Zero Fighters terug. Dit type jachtvliegtuigen werd door Japan gebruikt voor de aanval op Pearl Harbor. In een ander ruim van de 132 meter lange Fujikawa Maru staat nog een groot aantal vrachtwagens, in zo'n uitzonderlijke staat dat het net is alsof ze zo dadelijk het ruim kunnen verlaten. In het diepste van het wrak krijg je als duiker een steeds erger wordend gevoel van claustrofobie. Het natuurlijk licht valt volledig weg, je bent louter aangewezen op kunstlicht. De machinekamer is een van die plaatsen. Misschien komt dit ook omdat je als duiker goed beseft dat dit de plaats was waar de grootste drama's zich afspeelden. Wat we zien in het wrak bevestigt de gruwelijke gebeurtenissen van deze oorlog. Velen hadden geen schijn van kans om te ontsnappen. Hoe dieper we binnendringen in het wrak, hoe groter de confrontatie. Tientallen menselijke resten liggen verspreid in de machinekamer. 72 jaar na de oorlog is de gruwel hier nog steeds aanwezig. Overal ter wereld zijn nog dergelijke ghost fleets terug te vinden. Het zijn stuk voor stuk stille getuigen van grote menselijke drama's.